Welkom terug bij Z2Day. Geplande operaties in het Medisch Centrum Leeuwarden gaan niet door. En tentamens aan de Universiteit van Groningen zijn tot nader order uitgesteld. De stroomstoringen in het noorden van Nederland zijn niet zonder gevolgen. Het is een spanningsdip, hè? Dus geen stroomstoring. Dus mensen hebben er meestal niet veel meer last van dan dat het licht inderdaad eventjes flikkert. Hè? Als een soort kaarslicht in feite. Dus we hebben heel weinig meldingen daarvan gehad. Maar mensen in de provincie Groningen, Drenthe, Overijssel, misschien Flevoland en heel misschien ook stukjes van Gelderland kunnen die dips in meer of mindere mate wel gemerkt hebben. Ja, stroomdip. Daarmee wordt het een stroomstoring gebagatelliseerd. Operaties worden niet uitgevoerd. Dames, er is dus wel. Universiteit van Groningen kan twee gebouwen niet verwarmen, zeggen ze, vanwege die stroomdips. Constant. Hoe kan dit? Nou ja, er is toch wel wat aan de hand. Om een betrouwbare elektriciteitsvoorziening te hebben, moet je gewoon een stabiel net hebben. En dat is nou precies wat er op dit moment aan de hand is. Er vindt ijzelvorming plaats op die kabels. Daardoor vangen ze te veel wind en gaan ze, zoals je hier ziet, een beetje dansen. Daardoor kunnen ze tegen elkaar aan, of kunnen ze elkaar raken. En dat kan kortsluiting veroorzaken. En die kortsluiting die zorgt dan steeds weer voor die stroomdips. Ja, maar wacht even. Het is toch ieder jaar winter. Hebben we nu opeens hier last van? Ja, nou, het is ieder jaar winter. We hebben ook ieder jaar ijzel. Maar volgens Tennet kan het in speciale omstandigheden, in heel soms komt dat voor, zeggen ze, kan het gebeuren dat je dit krijgt. Dan heb je en ijzel nodig en een bepaalde wind met een bepaalde kracht uit een bepaalde richting. En de luchtvochtigheid moet ook nog aan bepaalde eisen voldoen. En dan kun je last krijgen van dit fenomeen. Nou, we zijn even langs geweest bij onze eigen weervrouw Helga van Leur om nog even uit te leggen hoe die ijzel nou precies ontstaat. Kijk maar even mee. Nou, belangrijk is de koude lucht die op de grond vooral aanwezig is. Het is een luchtlaag, bovenin sneeuwt het, de sneeuw valt door die warme lucht heen, is regen. Dat is wat we normaal hebben. Maar koude lucht is zwaar en dat piept er vanuit Duitsland zo onderlangs doorheen. En vanuit het zuidwesten probeert op grotere hoogte warme lucht op te schuiven. Dus als je dan regen krijgt, dus eerst sneeuw, dat is regen, en dat laatste stukje bevriest de regen net niet, maar ze raakt wel onderkoeld. En als het dan de onderkant bereikt, dan krijg je ijsaanzetting. Dat kan op de weg gebeuren, maar dat kan ook op stroomdraden gebeuren, of op je auto of op je huis. En als de wind er dan nog bij komt, dan heb je niet alleen een ronde ijsvorm, maar dan wordt het wat afgeplat. Ja, en dan krijgt die wind daar zo makkelijk vat op. Ja, het is een helder verhaal, maar als de bladeren vallen, hebben de treinen vierkante wielen. Als het 2 graden vriest, dan zijn de wissels bevroren. Nu ijzelt het een beetje en nu hebben we een stroomprobleem. Ja, maar ja, ik denk dat ze bij Tennet geen boodschap aan hebben wat er op het spoor gebeurt of wat er in andere sectoren gebeurt. Nee, maar gebeurt. Ik bedoel, zij zeggen, het is al duizenden jaren winter. Hoe bijzonder is die ijzel? Nou ja, als we mogen afgaan op de woorden van Tennet, dan zeggen zij, dit is in de afgelopen 25 jaar 3 of 4 keer voorgekomen. De laatste keer was 7 jaar geleden. Dus ja, vanuit Tennet beredeneerd, ze kunnen heel veel kosten steken in een ander net, wat hier dan tegen zou kunnen. Maar ja, wegen die kosten op tegen het risico wat je loopt als dit maar 1 keer in de 7 jaar gebeurt. Wat gaan ze eraan doen? Nou, dat hebben we ook even gevraagd. Luister even naar het antwoord op die vraag. Wat we dan kunnen doen, is op zo'n hoogspanningsverbinding de hoeveelheid stroom, zeg maar, wat laten toenemen. Dus we sturen wat meer vermogen door zo'n verbinding heen, waardoor die iets warmer wordt, waardoor ijs zich misschien minder goed kan vestigen aan zo'n hoogspanningslijn. Dus dat is wat we vandaag gedaan hebben. En had je dat ook niet van tevoren kunnen doen, als je dan weet dat er dit soort weer aankomt? Nee, want je weet niet waar het gaat plaatsvinden. Het is zo specifiek, de omstandigheden die ik net zei, de temperatuur, de windrichting, de luchtvochtigheid. Dat kun je van tevoren niet doen. Ja, dus het punt van Tennet is duidelijk. Zij vinden dat preventie in dit geval gewoon niet kan, omdat ze het gewoon niet kunnen voorspellen. En dus moeten ze ingrijpen op het moment dat het gebeurt, ja, door meer stroom er doorheen te jagen. En dan maar hopen dat het dat er geen vogel ijzel op zit. Ik ben een groot voorstander van stroomdips en af en toe een storing. Want de kosten die je moet maken, en dat is Nederland, gaat deze zaak veel te ver in. Om die laatste 5% kans op een stroomstoring nog te verminderen, zijn vaak enorm. En je moet gewoon af en toe gaat het bij spoor toch precies hetzelfde verhaal. In Zwitserland sneeuwt het 4 maanden per jaar. Dus investeren ze daar veel meer in het spoor om die problemen te voorkomen. Maar het kost de baten. Voor Nederland 100%. 1 sneeuwbui in de 2 jaar. Het is gewoon geld. Dus we kunnen die leidingen niet beter onder de grond leggen. Ja, er waren ooit plannen voor, volgens mij, om dat te doen. Maar het is ook heel duur. Maar dat is ook voor al die mensen die bang zijn voor
Dat ze allerlei ziektes krijgen omdat ze onder een leiding... Wat ja, niet maar zo dan is, wonen ze erboven, dus dat maakt ja, het ook niet zo... Maar dat, ja, volgens mij is dat ongelooflijk duur om te doen. Maar het is wel de bedoeling, volgens mij, dat over een half eeuw of over een eeuw dat gewoon zo is. Dus we moeten hier eigenlijk gewoon mee leven nu. Het is gewoon allemaal geldkwestie, Roland. En we moeten gewoon accepteren, ook jij, dat we één keer in de 6, 7 jaar een keer een stroomdip... Geen stroomstoring, een stroomdipje hebben. Ja. Genoteerd, dank u.